Oh, we hebben de boot gemist. Oh, je wordt lijp. Oh, je hebt een storing. Zie je dat motorlampje op zijn voorhoofd? Welkom bij de Downpipe Show. Vers na mijn vakantie, tintje gepakt, lekker Curaçao gezeten, de jongens hebben hard doorgewerkt en deze week staat er weer vol met knallers van wagens. We beginnen met de Aeros Q3. Hier hebben wij al de Miltech Catback opgemonteerd en ja, naar verwachting was dat niet luid genoeg. En daar hebben wij de volgende oplossing voor. Downpipe, nou hij is leeg, ja dat klopt, maar hier de sportkant. Ja, dat is ook bewust, dus wat veel gebeurt is een downpipe zonder katalysator en wat krijg je dan? Heel veel geluid, oh. Maar ook heel veel stank en problemen met de APK. Nou, dat gedeelte dat tackelen we, dus downpipe is dan dat gedeelte leeg en dan komt hier de sportkatalysator waar dus daarna de pijp in tweeën gaat. Sportkat dus 1 voor de APK, überhaupt, 2 voor de stank en 3 net even het iets te veel geluid, zeg maar dat wordt dan weer net een beetje gefilterd door de sportkatalysator. Het is een klein beetje, maar net dat ene, ja, wat het toch net even wat aangenamer maakt. Dan hebben we dus de catback die er al op zit met het klepjesysteem. Nou, dat is oké. Etienne was begonnen en nou, dit gedeelte hangt nu dus los. Dit zijn de OPF, 2 stuks. Ik denk dat Audi het zo heeft ontwikkeld dat er 2 kleinere OPF filters zijn. Omdat hier natuurlijk nog een aandrijf was naar de achterkant, een kardamas loopt. Dus ja, er moet een hoop los om deze tussenuit te krijgen. En dan ja, in elkaar zetten en weer doorvlammen. Oh, even lekker wat te doen. De RS6, nou, dat is een redelijk bekende auto inmiddels. Die staat voor... Wat staat die eigenlijk voor? Radiateur lekt. Waarschijnlijk een steenslag. Maar daar gaan we het even niet over hebben. We gaan het hebben over de uitlaat. Want die is natuurlijk een complete Akrapovic uitlaatlijn op. En wat ik dan weer gaaf vind, is dat zo'n titanium uitlaat helemaal blauw kleurt. Dat wil ik eigenlijk alleen maar laten zien. Verder niks bijzonders. Maar dit is dus onderdeel van het titanium gedeelte. Eén klank en 2, ja, je krijgt ook eens een keer een ander kleurtje van uitlaat. Vond ik grappig om te laten zien, meer niet eigenlijk. Hier hebben we S3 Sportback. Was die al genoemd in de video? We hebben hem nog niet laten zien. Dan gaan we dat nu in het kort doen. En waarom kort? Hij is al verkocht, dus je kan er heel veel tijd aan besteden. Maar ja, die kan het toch niet meer kopen. Van 2022? 21 met... 8000 kilometer en verkocht door onze moesje Marie van der Pelen. Wat ga je eraan gaan doen? Logo zwart. Die zijn nu inmiddels zwart. S3 zwart, velgen zwart. We gaan Akrapovic. Akra erop. En voertuig volversteek. Kijk, Moving Intelligence. Lip voor. Sleuteltje bovenop en een diffuser. En die zijkant niet? Nee, dat zit er al op. Het komt er nog eronder. Ziet er niet uit. Ziet er niet uit. Is dat? Top. En de velgen zijn woensdag binnen. Ben jij dan al klaar? Andere velgen. Ben jij dan al klaar? Nee. Woensdag? Voor wat? Met deze auto? Ik hoop van wel. Hij hoopt van wel. Mooi. Wat ben je nou aan het doen dan? Logo. Zwart. Oeh. Deze komen eraf. Worden deze ook zwart? Nee, die mag eraf blijven. Ja? Oh, deze komt er ook af. Oh! Oh! Die viel er ook af. waar is die zwarte nou dan? Die ligt hier. Wel snel verkocht, 2 weken.
En deze gaat weer op. Tadadada. Magic. Nee, deze hebben we vlak voor kerst, nee, na kerst binnengekregen. En een week na oud en nieuw verkocht. Anderhalf week dan, ongeveer. Lekker zeg. Lekker zeg. Ik heb vaker auto brengen, hoor, bij ons. Verkoop me gewoon. Hier hebben we de GLC Hybride. Ook een auto die we denk ik een maandje binnen hebben. En inmiddels is deze auto verkocht. Hij moet nog klaargemaakt worden, dus dat gaat gebeuren. Binnenkant worden wat delen gewrapt in wat voor kleur? Carbon. Carbon, gewrapt. En dan wordt uiteraard gepoetst. En ik denk onderhoud. Heeft hij gehad. Wat moeten we nog doen dan? Ja, de deurpaneel herstellen. Deurpaneel, wat dan? Oei. Linksachter. Panaaltakken erin gezeten. Erg spannende sensatienoten geweest. Nee, geintje, ik weet het niet. In ieder geval, dat wordt hersteld. Deze aluminiumdelen worden carbon gewrapt of geplakt. De middentunnel, de middenconsole ook. En hij wordt gepoetst. En ja, alles wat we doen om hem klaar te maken. En dat was het geloof ik, toch? Zeker. Zeker. Wij gaan lekker. Ja, we hebben het lekker druk in de werkplaats. Urban. RSQ8. Oh, twee stuks. Hartstikke idee. En een RSQ8. Dit is de RSQ8 van de buren. Maas Audi groep, autogroep, Audi club, Audi dealer, Audi dit, dat, zus, zo. Die RSQ8 gaan we dus voor Maas Audi, onze overburen, gaan we deze auto bouwen. We hebben natuurlijk eerder auto's gemaakt. Een SQ8 Abt, nou die was gelukkig reeds gelijk verkocht. En de tweede SQ8 met een Abt pakket wordt nu gebouwd. En die is ook verkocht. De RS6, die staat er nog. De witte RS6, maar goed. Dat komt goed. En dan hebben we hier een mega dikke RSQ8 met carbon pakket, keramische remmen, Alcantara hemel, volle auto. En die gaan we dus voorzien van een Urban pakket. Dus de auto is net binnen, de pakketten zijn net gebracht. En die gaan we monteren. Dan hebben we nog een pakket over en er komt volgende week nog een. Dat zijn er twee. En wat gaan we daarmee doen? Twee RSQ achterbouwen voor onszelf, voor de eigen voorraad. Dus die komen bij ons te koop. Dat zal volgende week zijn voordat dat geregeld is. Maar voor nu gaan we deze witte auto bouwen. Dan hebben we hier nog de M5 en die hebben wij denk dik een half jaar, drie kwart jaar geleden voorzien van een complete Akrapovic uitlaatlijn met katloze downpipes. Nou, daar was meneer op zich hartstikke blij mee, alleen hij maakt zo eng veel geluid gewoon. Dat is, ik heb nog nooit zo'n luide auto gehoord. Ik bedoel, 812 van mijn open uitlaat, die klinken hard, maar dit is echt, als je hem start, dan trilt heel dit pand. Nou, dan moet je best doen. Dus dan gaan we originele downpipes gaan erop. En waarom? Het is echt te gek. Zeker voor dagelijks gebruik. En meneer was al aangehouden, geluidproblemen, politici, gezeur, dat, dit, dat. Dus origineel een paar downpipes, de aankraap, de catback, die blijft uiteraard zitten. En dan gaan we ervan uit dat die lekker relaxed, maar toch mooi en hard klinkt. Dus we gaan het meemaken. Eerst alles terugbouwen en dan de software schuiven. De RSQ3 is klaar. Tenminste, de uitlaat is klaar. Downpipe zit erop. Het was een heftig flinke klus door de OPF variant die er dus in zit. Maar goed, klussen zijn leuk. Uitdagingen zijn leuk. En een leven zonder uitdagingen is enkel maar saai. Maar goed, software gaat er nu op. Getuned bestand, stage 2, OPF off. Sportkatalysator, revlimiter eraf. Dus in zijn neutraal, woep, dan gaat hij gewoon door naar 7000 toeren. Nou, hij is druk met schrijven, dat hoor je. Alle systemen worden herschreven. En dan zal hij dadelijk 500 pk hebben. Dus dat gaat goed.
En waar het om gaat is meer geluid. En dan nu vers binnen, een paar weken geleden zijn we er al over begonnen en nu is het officieel. Wij zijn of worden Ligier dealer. De eerste drie hebben we vast binnen. En dan zullen een hoop mensen denken, ja joh, schoenmaker, hou je bij de leest. Maar dit is een opkomend iets. Waarom? Een Vespa met een blauw plaatje moet je tegenwoordig natuurlijk ook een helm op. En je wilt toch ook knap bijrijden, droog zitten, airco, goede geluidsinstallatie, Apple CarPlay, leer, stoelverwarming. En niks kan het je ontbreken. Dus vandaar dat we dit erbij gaan doen. We komen er later nog uitgebreid op terug over het merk Ligier, de modellen. Dit zijn de eerste drie, dan komen er nog drie aan en dan hebben we er zes. En dan gaan we een mooi hoekje voor creëren in de showroom. Dus to be continued. En hier hebben we de Audi RSQ8. Hier hebben we natuurlijk voorzien van een Urban Automotive pakket. Wat erg gaaf afsteekt. Met het wit. Het contrast is heel duidelijk. De velgen die gaan volgende week nog afmaken. Die worden Hoogland zwart. Logo's uiteraard Hoogland zwart. En dan is die helemaal af. En dan krijgen jullie ook de before en after shots te zien. En op het laatste moment wensen de klant van de S3 toch nog een glascoating. Leuk detail. Ik heb hem 5 jaar geleden een Polo verkocht. En nu gaat hij mooi upgraden naar een Audi S3.